Wat voor cijfer zou jij je eigen skills geven? Gewoon, we gaan gewoon voor een 4'tje. Een 4? Onvoldoende? Jij geeft jouw eigen skills een onvoldoende? Ik kan serieus 2 trucjes. Oké. Okay. Dus ja, dat vind ik niet genoeg. Ik ben wel echt benieuwd welke 2 trucs dat zijn, maar dat gaan we zo meteen zien. Vandaag, andere achtergrond. We staan in het stadion van FC Groningen. Met de enige echte. Jij mag jezelf even voorstellen. Jesper Drost. En Mike de Wierik. Mike de Wierik staat nog even backstage nu. Het gaat nu nog allemaal om jou. Maar zometeen gaan we jou testen. Kom goed. Kan je iets meer over jezelf vertellen? Waar kom je vandaan? Wat heb je vroeger allemaal gedaan? Wat doe je nu allemaal? Ik kom uit Nunspeet. Ik ben 25 jaar. En dit is mijn derde jaar bij Groningen. Oké, en hoe bevalt het? Ja, prima. Zeker. Ja? Ja hoor. Hoe bevalt het leven als profvoetballer? Ja, goed. Veel vrije tijd, maar ook eigenlijk wel elke dag bijna trainen. Dus dat bevalt goed. En had je vroeger als klein jongetje altijd al de droom, ik ga profvoetballer worden? Ja, zeker. Ik ben ook begonnen met voetballen toen ik 4 jaar oud was. Dus, Oké. Toen je net kon lopen, zeg maar? Ja. Ik ben eigenlijk gelijk begonnen. Oké. En je vindt het nog steeds net zo leuk als de dag van toen? Ja, zeker. Het is voor mij ook wel een van de belangrijkste dingen, dat ik het wel leuk blijf vinden. Ja. Oké. En wat vind je nou het allerleukste aan voetbal? Wat geeft jou nou het meeste plezier? Ik denk dat winnen is en een goede wedstrijd spelen. Dus veel goede ballen geven, assist of een doelpunt. En dat je met een goed gevoel terugkijkt op een wedstrijd. Dat is wel belangrijk. Oké. De voorwerpenronde. Ik ga de spelers uitdagen om met allerlei verschillende voorwerpen te hoog houden. Dus we moeten 10 keer hoog houden. En als dat lukt, gaan we door naar het volgende level. Wordt steeds een beetje moeilijker. Oké, dan gaan we beginnen. Voorwerpenronde. Je mag hiermee beginnen. 10 keer hoog houden en dan geef ik je de volgende. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je hebt strategie. Volgende. Alles mag, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keurig. Alsjeblieft, kijk of je het trucje nog een keer kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, netjes. Ah, ik vind het wel scherp hoor. Ga je ook koppen met deze, denk je? Ik weet niet, man. Ik ga het proberen. 1, 2, 3, kijk uit, 4. Helaas, ik vond wel dat je scherp begon. Ja, ik vond dat ik wel een goede tactiek had. Ik vind het alleen jammer dat ik niet daar aan toe ben gekomen. Maar die blauwe bal is moeilijk. Die is hartstikke moeilijk. Maar ik vond inderdaad, jij bent de allereerste die oprecht gewoon een strategie had hoe die dit ging doen. Dus ja. dat vind ik wel echt scherp. Dus als jij gaat hoog houden, dan denk je gelijk, ja, laat me op mijn hoofd doen, dat is het beste? Ja, voor 10 keer wel. Oké. Okay. Maar ja, is natuurlijk met een gewone bal is natuurlijk heel makkelijk. Dus daarom denk ik met de hoofd laat ik het wat moeilijker maken. En toch ging het wel lekker, dus toen dacht ik, nou laat ik de basketbal ook maar doen. Je zocht wat meer uitdaging. Ja. Dus de yogabal was net te veel uitdaging. Ja. Helaas. Ja. Oké, die gaan we trainen. We gaan door naar de volgende ronde. Hè? Is goed. Heb jij vroeger wel eens op straat gevoetbald? Ja, best wel veel ook. Ja? Veel, ja. Echt in Nunspeet. In Nunspeet, ja. Ja? Ja, wij hadden vroeger een hele grote heg en mijn vader ging toen keepen en ik ging dan op straat voetballen. Ja? Ja. Ah, vet, samen met je vader. Ja. Tof man. En op straat had je toen al, zeg maar, dat je bekend was als de allerbeste daar gewoon van dat pleintje was jij gewoon de beste? Of ging het niet zo? Ja? Kan ik wel zeggen hoor, ja. Ja, je hebt je vriendjes, vriendinnetjes gewoon afgemaakt vroeger? Ja, tuurlijk, ja. Ja, zeker. Ik kan niks op afdenken. Ja, netjes. En dan ben ik ook wel benieuwd. Heb jij vroeger wel eens een panna gekregen? Ja, vast wel. Ik denk het wel, ja. Maar vroeger, dat weet ik niet. Maar ik heb de laatste toevallig ook nog 1 op training gehad. Dus, ja? Ja. En hoe ging die ongeveer? Weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, je hebt hem geblokt in je geheugen. Ja, Oké, en weet je nog wel het gevoel wat je krijgt als je een panna krijgt? Ja, dat... Vooral als iedereen gaat lachen is dat niet zo leuk, nee. Ja, dat is kloten. Ja, maar dat hoort erbij, hè. En heb je wel eens pannen uitgedeeld? Ja, zeker. Ook wel eens, ja. Ja, ben jij echt de pannenkoning? Nee. Ik ben meer zakelijk speler. Oké.
Ja, mijn ervaring is, dat zegt iedereen hier in het team. Behalve Bakuna, die zei wel, ik ben Panna King gewoon vroeger. Maar zakelijk voetbal is dus wel iets belangrijker op hoog niveau. Ja, op het pleintje niet, maar hier wel. Ja. De vragenronde. Ik ga jou al deze moeilijke vragen stellen, terwijl jij een minuut lang mag proberen hoog te houden. Okay. Dus je moet zorgen dat je die focus houdt. Oké, maar ik mag alles gebruiken? Je mag alles gebruiken, dus ga je weer op je hoofd? Ik ga het weer proberen. Ja? Oké, vet. Vet. Ik zet de timer schoon in Nederlands. Wat voor accent spreken ze in Nunspeet eigenlijk? Het is Nunspeet, je legt de klemtoon. Nunspeet? Ja, Nunspeet. Sorry. Maar ze spreken dan gewoon echt Nederlands. Oké, dan zal ik het in Nederlands doen. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, dan mag je beginnen met hooghouden. Hoe spel je accountant? A-C-C-O-N-T-A-N-T. Hartstikke goed. Heb jij een tweede naam? En zo ja, welke? Oké, dan. Wat is je favoriete eten? Risotto. Lekker man. Hoeveel is 3 keer 7? 21. Hartstikke goed. Hoeveel zijdes heeft een dobbelsteen? 21. Gekke dobbelsteen, joh. Oké, hoe hoog hangt de lat van een doel? Ja, je moet gokken. Bijna. Hoeveel is 13 keer 3? Oké. Wat is de hoofdstad van Nederland? Oké. Hoeveel is 230 min 13? Oké. Wat was was voor was was was? Wat was het? Wat? Ai! Stop hem! We hebben nog 2 seconden over op de klok. Ai! Ik ben helemaal duizelig, man. Dus je hebt 58 seconden heb je gehaald. Oh, yeah. Op 2 seconden. Ai. Hè? Maar ik vind wel moeilijk veel respect dat je het op je hoofd deed. Ja, het ging ook wel goed. Alleen op het laatst ben ik een beetje duizelig. Volgens mij ben je nog steeds duizelig. Maar op 2 seconden na heb je het een minuut volgehouden. Ja, en ik denk 1 vraag fout, hè? Of 2? Ja, ik denk niet dat een dobbelsteen 21 zijdes heeft. Maar misschien jouw dobbelsteen, dat kan. Ja, dat kan. Ik zat wel. Oké, ready voor de volgende? Ja, zeker. Oké, let's go. Ja, die kan ik je leren. Dat komt goed. Dan heb je 3 trucs in je arsenaal. Oké, let op. Bal in je handen. Ja. Ga op 1 been staan. Je springt, schopt en landt op hetzelfde been. Juist, tuurlijk! Derde ronde is de Tom V Headstall Challenge. De spelers moeten de bal bovenop hun hoofd balanceren, net zoals ik altijd doe. Maar kunnen ze dat? En hoe lang kunnen ze dat? Ze hebben in ieder geval geen last van wind hier in het stadion. Die smoesjes gaan niet gebeuren. Ben jij er klaar voor? Je mag 1 keertje testen van mij. Oké. Okay. Dus, gewoon laten liggen. Ja, gewoon en je mag er niet naar kijken. Dus je moet even een goed plekje vinden. Heel goed. Ja, dit is goed. Okay. En probeer op gevoel, hè. Dan beweeg je een beetje mee en dan heb je hem. Ben je er klaar voor? Dat is nu voor het echi. Geen tweede kans. 3, 2, 1. Ja. Ah, heel goed. 1,53. Oh ja, dat is wel netjes. Dat is hartstikke netjes. Dat was meer dan je verwacht had volgens mij, hè? Ja, ik had 0,53 verwacht. Maar, dit is een seconde boven. Ja. Hartstikke goed. Oké, hoe voel je dit gaan? Ja, ik vind dit echt super moeilijk, man. Ik kan wel lastig. Vallen, maar niet blijven liggen. Ja. Ik denk dat ik het verkeerd voor mijn hoofd heb. Nou, ik denk, van mij zeggen ze altijd, ik heb een kuil in mijn hoofd. Dus ik denk dat jij gewoon een goed hoofd hebt. Gewoon normaal rond, gewoon goed. Cool, we gaan naar de allerlaatste ronde. Het welbekende, gaten schieten. De spelers krijgen 10 ballen en ze moeten hem in de gaten krijgen. Hoeveel punten gaan ze halen? Ik ben benieuwd. We gaan gaten schieten. Allerlaatste ronde. Dit is jouw kans om een gigantische score te halen. Ik moet zeggen, dit ligt mij wel, denk ik. Ja? Ja, dit ligt mij. Wat voor score ga je halen? Nou, ik hoorde dat de topscore 60 was. Ja? En ik heb net stiekem 1 keer geschoten, dus dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ik ga wel voor de 90. 90? Ja, 90. Oeh. Allemaal, alles op de kruising? Alle 3 rechtsboven. Oké, is goed. We gaan het zien. Succes. Laat ie dan. All my friends are... Hey.
Hey, kom maar. Ai. Nog één. Deze is voor de eer. Knal er in ieder geval 1.30. Gewoon sla. Je ging voor de 90. Ja. Maar het is uiteindelijk 0 geworden. Ja, precies. Het was iets te hoog gegeven voor mij. Helaas. Het is moeilijker dan je denkt dit, hè? Het is inderdaad moeilijker. Want ik zat er inderdaad een paar keer goed bij. Alleen niet goed genoeg. Helaas. Maar ik zag wel, het was echt millimeterwerk. Ja, ja. Je had zo'n paar keer... Ik denk dat dat ook het naar is dat je voor de 30 gaat. Ik denk dat de 20 dan wel het is. Ja? Dus, maar voor de volgende keer. Precies. Je hebt tactiek nu doorgegeven voor de volgende die gaat schieten. Ja, die weet niet hoe het moet. Ja. En in het algemeen zou je nu jezelf een hoger cijfer geven qua skills? Of denk je, nee, die 4, daar zit ja, ik goed? Ja, stond met dat kop en zo stond ik wel een beetje voor mezelf te kijken. En dan denk ik wel van, nu zou ik mezelf toch wel een 6 geven. Kijk, we hebben toch voldoende gehad. Toch wel wat van je geleerd. Heel goed. Gelukkig. Oké, thanks man. Yes, dankjewel. Yeah, okay, goed gedaan.